mij verzet tegen diegenen die zouden vergeten. Want als we vergeten, zijn we schuldig, zijn we medeplichtig. Ik heb gezworen, zo zei hij, nooit meer te blijven zwijgen waar en wanneer menselijke wezens lijden en vernederd worden. Wij moeten altijd partij kiezen, want neutraliteit helpt de onderdrukker, nooit het slachtoffer. Stilte moedigt de folteraar aan, nooit de gefolterde. En op den Barget stonden de Veldje en Dermen aan de deur. Die kwamen dan voor mijn broer uit te bakken, maar die was al werken naar de mijn, want je werkte in de zolder, in de koolmijn. En dan hebben ze mij maar opgepakt, met een pas te bezien. Ik had een geschreven pas, hè. En die 27, van die 7 hadden ze mee van onder zo een staartje aan gemaakt. Hè? Of was daar een staartje aan gebleven, met niet op tijd te stoppen. En daar kon ik ook een 2 van maken. Dat was ik 5 jaar oud, was ik van 22. En dan was ik wel oud genoeg voor mee te nemen. Hè? En ik was al een struige kerel zo. Ja, ik vond het hier wel heel interessant. Want ik vind wel zoiets dat moet je weten, ook als jonge mensen. Er zijn er veel die dat ook niet meer geloven dat het gebeurd is of zeggen dat het niet gebeurd is. Dus ik vind het wel, iedereen moet het wel weten, vind ik. Dat zoiets gebeurd is en misschien ooit nog kan gebeuren. Ik vond het ook heel interessant. Zeker het verhaal van die meneer op het einde. Zo, waar echt is gebeurd, zo in details meer. Ik hoop dat ik het zelf nooit moet meemaken. Maar ik vind het ook belangrijk dat iedereen dat weet wat die mensen hebben meegemaakt. Ik vind het heel interessant dat wij als jonge personen te weten krijgen van wat is hier gebeurd. En eigenlijk dat zo dicht bij ons gebeurd is ook. Ik hoop natuurlijk dat het niet meer moet gebeuren en dat wij het dan zeker niet meer moeten meemaken. Want ik zou het nooit willen meemaken wat meneer heeft meegemaakt. En ik vind het heel fijn dat hij zijn verhaal nog kan navertellen. Zodat wij ook informatie hebben gekregen. Thank you.